Dan, Oscar, er zullen ongetwijfeld nog wat antwoorden binnenkomen, maar misschien wil jij al eventjes wat zeggen wat je ziet. En wat betekenen trouwens die getalletjes die erbij staan? Nou, wat je ook in het filmpje hoort zeggen, is dat hij natuurlijk allerlei waarnemingen doet op de kering. Dat doet hij op de oever, op de kruin, in het binnenteluut. Nou, wat wij in deze Mentimeter-vraag aan jullie stellen van, hey, waar heb je jullie nou zelf het meeste last van bij dijkveroudering? Of waar zie je het het vaakste voorkomen? En dat, dat schalen we eigenlijk in dit plaatje van 1 tot 5. Dus 1 van, dijkveroudering komt op deze plek in de zone van de kering komt eigenlijk helemaal niet voor. Dat is dan 1 bij geen. En bij veel, dat is dan score 5. En wat je hier eigenlijk ziet, is dat, er wordt een beetje gescoord tussen 1 en 5. En je ziet bijvoorbeeld langs de oever dat mensen zeggen, gemiddeld genomen is het, zie ik dus een 3. Dus dat komt best wel veel voor, dijkveroudering blijkbaar langs de oever. En in het buitenlut, dat verschilt eigenlijk niet zoveel. De kruin, dat is gemiddeld genomen, kan je zeggen, 2,5. En de stabiliteitsberm blijkbaar het minste. Kan misschien ook komen dat niet elke kering een stabiliteitsberm heeft. Maar dat, zo moet je hem beoordelen. Dit is denk ik wel wat ik vanuit mijn eigen rol als beheerder van waterkeringen bij Delfland ook wel ervaren heb. Dat dit zijn een beetje de karakteristieken waar het veel voorkomt. Het hangt vaak ook natuurlijk van de type dijk af. De ondergrond, is het een kleidijk, is het een veendijk? Wat voor soort schades tref je het meeste aan? En wat wij natuurlijk ook vaak zien is dat er nogal een verschil kan zijn tussen onze reguliere inspectie die zo in de winterseizoen wordt gedaan. Waarbij je natuurlijk allerlei soorten schades gaat aantreffen, ook in het grondlichaam zelf. En als we het over droogteinspecties hebben, dan zien we het vooral scheuren in de kruin. Dat is een heel duidelijk effect van dat daar de grootste verdroging uit plaatsvindt, zeg maar. Jaap, herken jij dit ook enigszins? Ja, ik denk dat dit, tenminste een vraag die ik zou stellen is, denkt elke waterkeringbeheerder, het type waterkeringbeheerder hier hetzelfde over? Ik zou me kunnen voorstellen dat bij regionale keringen die oever een veel belangrijkere rol spelen dan bij primaire keringen, waar het procentueel een veel kleiner oppervlak van de kering is. Dus, maar goed, dat zijn van die analysevragen die je bij dijkveroudering ook op tafel moet zien te krijgen. Wat is de basis waar het uit voortkomt? Ja. Goeie. Zullen we naar het volgende filmpje gaan? Ja, lijkt me goed plan. Nou, dat gaan we weer proberen via natuurlijk de normale route. En het volgende filmpje gaat over, als je al je inspecties hebt gedaan. En je hebt geconstateerd van, er is iets mis, heeft een dijkveroudering plaatsgevonden. En dan moet je aan de slag. En wat ga je dan aantreffen? En waar loop je dan tegenaan? En mijn collega Petra die gaat dat uitleggen, wat haar dagelijkse problemen zijn, zeg maar.